Hey, mijn pakketje is eindelijk aangekomen. Mijn lasersnijder! Oh yes, hij is eindelijk aangekomen. We hebben hem uit China besteld met Flight Express. En blijkbaar is hij helemaal uit China met de trein gekomen. Het heeft al 80 dagen geduurd. Maar hij is eindelijk binnen. Dus laten we hem gaan bouwen. Kijk, bril. Alles is groen. Schroefjes en de moertjes. Motoren. Aha, de voeding. En dan komt hier het pronkstuk. En dat is natuurlijk de laserkop van 2,5 watt. Dit is geen speelgoed. Zo, dit zijn alle onderdelen. Dus laten we gaan bouwen. Hij is klaar. Hij is helemaal gebouwd. Laten we hem gaan testen. Oh ja, dit is trouwens heel gevaarlijk. Het is geen speelgoed. Dus zorg ervoor dat je ouders erbij zijn. Want dit kan heel erg fout gaan. En je bent al blind voordat je kan blinken als die laser in je oog schijnt. Dus daar moet je oppassen. Ja! Yes, hij doet het! Wauw! Hij is al bezig. Ik ga nog een omhulsel bouwen voor de rook. Want het stinkt heel erg en het rookt heel erg. Maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat hij werkt. Want het heeft wel 80 dagen geduurd voordat hij aankwam. En gelukkig werkt hij. Zien jullie al wat het wordt? Het is zo satisfying om hier naar te kijken. Echt waar. Hierop zie je ook waar die is. Dat kleine zwarte puntje. En ik hoop dat jullie nu ook wel kunnen zien wat het wordt. Mijn YouTube logo. En ik heb dan ook nog een hele leuke verrassing. Want degene met de leukste comment hieronder in de chat, die mag een bordje met hun eigen YouTube logo erop winnen. Als het te doen is. Een foto, dat kan nog wel, maar stel, het zijn echt overal puntjes en dat soort dingen, streepjes, puntjes helemaal. En het mensen erin, dat soort dingen, dan is het niet te doen. Maar als het te doen is, dan kan jij dat winnen. Stuur ik hem naar je op en dan heb jij je eigen bordje met je YouTube logo erop. En ja, vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan vooral niet te abonneren. Doe dan ook het duimpje omhoog en klik op het belletje, dat je nooit een video van me mist. En deel dit linkje met iedereen. En nou ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.